4, 3, 2. Breda Nu. Je weet het meteen. Zaterdag 25 mei vierde Visio de Blauwe Kamer een groot feest. Al 55 jaar wordt daar met veel liefde zorg gegeven aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Op deze feestelijke dag werd er een mooi nieuw sportplein geopend. Ja, we hebben het 55-jarig jubileum, dat hebben we vanmorgen allemaal gehoord. Het is feest en dan hebben we natuurlijk nog een mooi cadeau. En wie kan dat beter openen, zo'n mooi cadeau, of laten zien aan ons... Oh, jij, Dorien. Oh, ja, dat zou ook kunnen. Maar Dorien, we hebben iemand anders gevraagd. Ja, we hebben de burgemeester van Breda gevraagd. 4, 3, 2, 1. Ja! Jammer dat jij als eerste er bent. Oké, dan gaan we de naam onthullen. Ja, trek maar naar beneden dan. Deze tuin is heel belangrijk voor onze bewoners, omdat ze dan op hun eigen manier kunnen bewegen. We kunnen niet naar een sportschool, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Dus dit zijn apparaten waar ze op een hele makkelijke en leuke manier kunnen zorgen dat ze toch een beetje actief blijven. Ook al kun je misschien niet alles zoals je allemaal graag zou willen. Iedereen kan wat en iedereen kan in deze beweegtuin. Dit is geen beweegtuin, het is echt een sportplein. Ook daadwerkelijk echt sporten op de manier wat het beste bij hemzelf past. En dat betekent soms een klein beetje begeleiding, maar dan kan iedereen sporten. En dat laten we hier op deze plek zien. Een dag oud café op een dorpsplein, daar kan het zo trots gezellig zijn. Achter de tap staat tante Sjaan, die heeft er nooit anders gedaan. Die handen er op. In ons cafeetje de blauwe is die komt hier. Dus een grote potten die zingen. Daar sta je met je grote helden hier op de foto. Ja, dat is niet de eerste keer hoor. Hij heeft al meer op zo'n foto gestaan op het podium. Ja, ja, ja. Jullie kennen hem al? Ja, natuurlijk. Jullie zijn al vrienden gewoon? Ja. We kennen hem al 15 jaar denk ik. Hij volgt ons overal. Als wij Maak je Droom waren in Utrecht staan, komt hij ook op het podium op. Dus wat dat betreft gaat hij volgt jullie gewoon over. Hij volgt ons gewoon. Ja. Hey, maar hoe vinden jullie het hier? Altijd leuk. Ja? Ja, maar kom hier al, hoe lang Tom? Zolang dat we bestaan, hè. Altijd leuk, de mensen gezellig, Polonaise erbij, top. Hallo, ik ben Moesje. De Mimakka Moesje, die komt alle kinderen vermaken en uit hun isolement halen. Oh, dat is zo'n prachtig beroep. En je krijgt hele mooie reacties van mensen. En het is voor mezelf ook een fantastisch iets om te ervaren en te doen. Ja. Normaal gesproken is het echt één op één. En zijn we heel intensief met elkaar bezig. Maar nu gaan we gewoon proberen in het feestgedruis een beetje gezelligheid te creëren. Dus. Vanaf 1978 mag u zelf uitrekenen. Oei, maar dan heeft u de nonnen nog gekend of de zusters? Ja, die heb ik nog gekend. En hoe was dat destijds? Want er zijn er nou nog zusters? Nee, die zijn er niet meer. Die zijn allemaal vertrokken. Dus u eigenlijk bent nog de oudste overlevende, zeg maar? Nou, nee, maar er zijn er wel die hier ook al langer werken. Maar ik ben wel een van de langst gediende. Maar daar loopt er hier nog een, hoor, die gelijk met mij begonnen is. Maar... Wees hier. Kijk, daar staan ze. Die is er net zo lang als ik. Ja, jullie doen heel goed werk hier volgens mij. Het is ons werk, hè? Ja. Van harte. Als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen, hè? Nee, dan moet je niet stoppen. Dan moet je niet meer stoppen. Eigenlijk moet ik jullie ook dus van harte feliciteren. Dus bij deze. Oh, nou, dankjewel. Breda Nu. Je weet het meteen.